Dit is een zogenaamde coupure. Dat is een doorgang tussen het dorp en de haven van Den Oever. Zodat het verkeer er doorheen kan. En ja, we verwachten vanavond hoog water. 2,40 meter boven NAP. Dat is een dikke meter hoger dan normaal de vloed zou zijn. Wat kan er dan gebeuren? Als het water hoger komt, dan kan het hier doorheen stromen. Stroomt het zo het dorp in. Ja, dan heb je zout zeewater in de huizen. En dat wil je niet. Dus als we dit niet doen, dan stroomt Nederland vol met water eigenlijk? Als we dit niet doen, dan stroomt in eerste instantie Den Oever vol met water. Dat is eigenlijk het mooiste werk, een beetje timmeren.